Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van dinsdag 30 oktober van Weerplaza. Vandaag hebben we te maken met een lage drukgebied dat van zuid naar noord over ons land trekt. Het lage drukgebied heeft al voor overlast gezorgd in het midden van Frankrijk door sneeuwval. In onze omgeving krijgen we te maken met regen en veel wind. Vanochtend is het al op veel plaatsen nat, maar van het zuidoosten uit wordt het tijdelijk even droger. De temperatuur schommelt rond een graad of vijf, en de wind draait in de loop van de ochtend naar het zuiden. Vanmiddag draait de wind verder naar het westen en trekt later vanmiddag en vanavond aan. Naar windkracht 5 boven land en windkracht 8 boven zee. En dat is een stormachtige wind. Daarbij kunnen windvlagen voorkomen van zo'n 60 tot 90 kilometer per uur. En het gaat ook weer regenen van het zuiden uit. Dus de avondspits zal ook weer nat gaan verlopen, maar dit keer met veel wind. In de loop van de avond trekt het gebied met neerslag geleidelijk aan naar het noorden weg. En morgen ziet het er fraaier uit, met af en toe de zon tussen de wolken door. En het blijft ook vaak droog. Er kan wel een enkel buitje vallen, vooral in de kustprovincies. En met 10 tot 12 graden is het milder dan we de afgelopen dagen gewend zijn geweest. De wind is matig vanuit het zuidwesten, boven land windkracht 4 aan zee windkracht 6. Daarna hebben we te maken met temperaturen in de middag tussen de 11 en de 15 graden. Het is licht wisselvallig, soms breekt de zon door, af en toe kan er ook een enkele bui vallen. Al met al, het is wisselvallig met vooral vandaag veel wind. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.